dacht, oh, ik kan niet wachten tot ze gedaan zijn. Het is zo erg hoe ze eruit zien. Mijn nageltjes zitten er weer op. Oh, I hate my life sometimes. En ik heb wat heel veel mensen niet kennen. Ik vind het heel leuk. Goedemorgen. Het is donderdag. Ik denk dat ik erover na moet denken, want ik ga zelf de lunch maken. En die blijft op donderdag open, dus dat had ik gewoon kunnen weten. Oh, en ik moet niet vergeten de waterkoker nu aan te zetten. Want ik moet zo ook weer weg. En dan heb ik net een klein gat tussen Sarah naar school brengen en weer de deur uit moeten. En als ik nog even snel een theetje wil drinken, dan moet het waterkoker al heet zijn als ik thuis kom. In ieder geval dat ik hem misschien alleen net even afkoop. Hier, wat is er? Die kaplaarzen. Nou, dan trek je die er toch lekker onderaan. Dan trek je die lekker onder je outfit aan. Maar wel even opschieten met aankleden. Sarah is ook echt... echt geen opschieter in de ochtend, ook geen ochtendmens, net als ik, dus dat is altijd echt wat, dat drama, de drama ochtenden. Zo, op school, ik heb mijn thee gezet en nu heb ik 10 minuten om mijn best wel hitte thee op te drinken. Ik heb nog even de wasmachine en zo aangezet, ik denk dat als die Klaas thuis komt, ik ga trouwens mijn nagels doen en die zijn echt heel hard nodig. Kijk, volgens mij staat hij niet echt scherp. Dus, maar ja, ik heb er even maar niet aan gezeten aangezien ik die afspraak toch al had staan. Nou, kom op. Hij wil echt niet scherp worden. Hadoe. Nou. Ik weet niet of het zo goed ziet. Maar goed, ik ging het dus niet zelf doen, aangezien ik toch die afspraak al had. Ik heb deze hand wel wat korter geveld natuurlijk. Met deze is al heel kort gebroken, deze ook al. En deze drie, daar heb ik eigenlijk nooit heel erg last van. Dus ja. Ik heb mijn thee opgekregen, maar het was echt haastig. Maar ik ben zo happy dat het wel gelukt is, want ik had er zo trek in. Het is echt een ochtendritueel dingetje. En nu snel door. Ik was heel erg aan het twijfelen wat ik met mijn nagels wilde, maar ik heb het net besloten, denk ik. Al heb ik nog heel even om zeker te weten natuurlijk of ik dat ga doen. Want over 2 weken ga ik weer. Die afspraak heb ik al staan. Ik plan ze vaak vooruit, want dan heb ik sowieso de plekjes die voor mij uitkomen. Omdat het toch wel een klein stukje rijden is. En met school kan ik gewoon niet alle momenten die zij heeft. En ja, heel veel anderen die gaan, die zijn veel flexibeler wat dat betreft. Maar ja, ik moet gewoon echt zeker weten dat het niet uitloopt dat ik dan te laat op school ben of dat soort dingen. Dus ja, ik plan eigenlijk altijd, eind van het jaar plannen we alle afspraken voor het volgende jaar gewoon in. En ja, dat werkt heel erg goed. Dus dat zal of deze of de volgende afspraak gaan we er even zitten. Leggen we de agenda's naast elkaar, zetten we alle afspraken al vast. In ieder geval bij alle gelegenheden. En als ik dan ergens extra wil, dan kan dat. Ja, meneer, sta bij een zebra. Dan stop ik, dan kunt u gewoon lopen. Dus dat gaan we denk ik zo ook even doen. En echt, oh, kan niet wachten tot ze gedaan zijn. Het is zo erg hoe ze eruit zien. Het is gewoon echt schaamte. Thank you.
echt, ik ben lekker heel rood gegaan dit keer. Wat vandaag echt totaal niet matcht met mijn trui. Maar bij bijna alle andere kleuren wel heel leuk is. En ik heb ook gelijk besloten wat ik voor de kerst wil. Dus dat hebben we eigenlijk al vastgelegd. Dat wil ik gewoon per se hebben. Maar ik ben hier echt, echt wel heel blij mee. Ik wil daar weer eens een keer lekker rood gaan. Dat is best wel een tijd geleden. Nu even thee. En dan snel alles wat ik hier nog moet doen. Voordat ik Sarah weer op moet halen. Ik heb nog wel heel even. Maar ja, het is best wel een stuk rijden. En het zat heen echt, echt tegen. Nou maak ik mijn afspraken al zo dat ze weet dat ik het verkeer heel erg kan tegen hebben. En ik ga ruim op tijd de deur uit. En ik was precies... Nou, ik was 2 minuten laat, maar ik had het laten weten. Ik haat te laat komen, echt. Het is zo'n hekel aan. Ja, ik heb net al een was eruit gehaald, weer een was erin gedaan. En ik ga nog even een stukje verder zo met mijn grote huisproject. En eten klaarzetten, allemaal dat soort dingetjes. Ik heb pakketjes binnengekregen. Deze, ik heb hem opengemaakt. Dit was een verjaardagscadeautje Sarah. Echt, en we dachten echt, ik ga het nooit meer binnenkomen. Maar hij is dus nu binnengekomen. Wie kent dit nog? Dit was echt zo grappig altijd. Oh, en ik vond het vroeger altijd zo leuk om in te duwen. Oop. Nog steeds. Zo far zo goed. Ook echt de laatste. Auw. Maar goed, ik heb nog een pakket binnengekregen. Ik zal hem even opstellen. Want de mijne is kapot gegaan. Als het zo gepust van me was, kon er nog een paar extra dingen op hangen, maar dat frame van onder dat was geknikt en buigde erin. Dus dat schoot niet meer om. En dat zit hier nog tussen. Dus ik moest wel de goede maat hebben, dus was het niet super, maar. Ik heb zeer goed in plastic. Ik zit helemaal tussen. Ik wil ook een nieuwe naadjes slopen. Ik dacht me opeens dat hij er lag. Oh, die dingen zitten er helemaal in. Echt bizar. Moet je dit dragen. Als je denkt, ben ik er niet gekregen, zit vast. En nu uit gaat willen. Ik zie al dat hij in de deel los zit. Dat maakt het ook wel heet. Ik heb een hele... Ik weet het wat kapot is. Oh, I hate my life sometimes. Kijk, hier zit het dus vast. En hier hoort dus zo'n beugeltje door. En we hebben al in plastic gekeken. Zitten ook gewoon echt niet in de doos. Oh, gewoon niks. Ze is gezellig weer thuis en we gaan de krokodil spelen. Oké, jij als eerste, mama. Ik als eerst? Ja. Hop. Hop. Oeh, spannend hè? Hop.
Jij mag voor me kiezen. Nee, jij doet hem, anders krijg ik de schuld. Nee! Die zou ik doen. Ja, er stopt gelijk de hele hand erin. Oeh, hij gaat nog goed. Oh, ben ik nou Sjaak? Denk het. Ja! Wat lach je weer? Nog een keer. Maar eerst zullen we mijn feestkalender doen. Is het open? Nee. Jij mag? Nee, jij mag binnen. Oké, ook goed. Dat werkt niet bij mij. Die werkt altijd bij mij. Je gaat het werken, denk ik. Jammer, joh. Laatste koetje. Hé, hij heeft gebeten. Kom maar. Doe het gewoon open. Ik mag eerst. Je sloopt hem dadelijk alweer. Ja. Ik als eerst? Ja, omdat jij gewoon mee. Spannend. Wat ga je doen? Ja, indrukken. Die kies moet je indrukken. Zij drukt ze elke keer zo voorzichtig dat ik elke keer denk hij gaat dicht. Nou, dat was wel een heel kort potje, hè? Ja. Nou, vooruit. Nog één. Jij nu weer? Nee, jij. Oh, ik. Nee, dit is niet. Nee? Oeh. En zij doet echt zo elke keer. En dan denk ik echt... Dan gaat hij. Welke zou ik doen? Een van de tanden. Welke is het? Nee. Hap. Nou, dat zou mijn hele hand eronder zitten. Welke. Deze moet hij trouwens wel weggooien, hoor. We houden het spannend. Nog vier. Tijd om te gaan koken. En ik heb wat heel veel mensen niet kennen. Ik vind het heel leuk. Wij eten vandaag spacekool. Zo'n klein beetje een lampje erbij halen. Oftewel Romanesco. Alleen hier wordt het altijd spacekool genoemd. En ik vind deze altijd echt bizar. Hier kan je eindeloos naar kijken. Het is echt gewoon mooi. Ik werd net... Ik moet mijn pop gaan maaien. Je pop gaan maaien? Dat klinkt een beetje fout. Nou, dat kan ik niet. Dan moet je er wat voorzichtig mee zijn. Sarah, wees me erop dat we deze nog niet gedaan hadden. We zijn voor haar chocolaatje. Je hebt ze drie al gevonden. Oeh, maak hem maar open. Moet ik deze drukken? Ja, zo moet je hem drukken. Zal ik hem klein? Ja, en dan ga je hem open trekken. Vind je erin? Weet je wat dat is? Dat heb ik wel op de tv gezien. Ja? Ik weet het niet meer. Dat is om je vingers uit elkaar. Nee. Doe je panty maar vast uit. Dat kan je aan je tenen doen. Ja. Doe je panty maar uit. Gaan we even netjes niet in beeld zetten. Ik kan wel je teentjes zo in beeld zetten. Die zijn heel schattig. Dan kom je zo hier zitten. Nou, laat zien. Je hebt toch schattige voetjes. Ga hier zitten. Alleen zit er een pleister. Voet op schoot. Ja, dan doe je één. Doe je andere voet dan. Zo, gaan we even kijken. Dat doe je zo en het voelt heel gek. Ik vind dat heel vreemd voelen. Kijken of het me lukt om het met één hand te doen. Even kijken. Zo. Het voelt heel gek altijd. Dus om je... Nee, kan. Zo. Ik voel dat hij niet te ver gaat. Kijk, dan kan je zo heel fijn je teennagels lakken. Gek, hè? Dus als jij een keer je teennagels wil lakken, heb ik ze gewoon in mijn la liggen. Want ik heb er meer, maar ze gaan ook na verloop van tijd kapot. Of ze zijn niet meer zo fris. Leuk, hè? Ja. Die hebben we vandaag. En nu is het tijd voor de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Married at First Sight. Maar we zagen al dat morgen een ander seizoen wordt uitgezonden. En het is wel grappig, want er is één deelnemer uit dit seizoen... die dus in het voorgaande seizoen, wat we dus nooit gezien hebben, ook al meedeed. En soms worden daar bepaalde dingen van aangehaald. En dat gaan we dus hierna kijken. Alleen weten we niet of we daar gelijk morgen aan beginnen. Of dat we eerst een aantal afleveringen even opsparen. Want het is zo vervelend als je erin zit en het dan elke keer weer stopt. Ik hou er niet van. Ik wil kunnen... pingwatchen totdat
Ik gewoon geen zin heb of geen tijd meer om te kijken. Ik hou niet van één aflevering in de week kijken of één aflevering per dag. Soms kijk ik een halve of een kwartiertje of we. En de andere keer willen we er gewoon 3 achter elkaar kunnen kijken. Dus ik denk dat dat eerst het plan gaat zijn. Maar voor nu maak ik ons naar beneden en dan kunnen we eindelijk kijken. Oké, het was weer echt helemaal geweldig. Echt, er waren allemaal leugens en dingen gebeurd. Maar dat zien zij natuurlijk niet, wij wel. Maar soms hadden ze dan al gesprekken en confrontaties. Maar nu kwam natuurlijk alle waarheid naar buiten. Het was de laatste aflevering. Nou, echt geweldig. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Morgen laatste dag school van de week. Half dagje. Oh, dus ik denk dat ik 's ochtends heel veel ga doen. En dat ik 's middags gewoon even relax. We hebben wel zwemles nog, maar gewoon even de tussentijd. Gewoon even relax tijd gaan maken met Sarah. Baal nu wel dat er wel zwemles is, anders ben je gelijk heel vroeg het weekend in. Maar helaas. Maar goed, ik ga nu slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!